waar ik mee te maken heb is dus stroomsterkte in ampère. En dat is eigenlijk hetzelfde als coulombs per seconde. Dat ergens voorbij een bepaald punt komt. De spanning in volt, maar dat is eigenlijk hetzelfde als het aantal joules per coulombs. Dus dit gaat over één punt. En dit gaat over het verschil tussen twee punten. Want dit is hoeveel heeft die gaande van A naar B, zeg maar. Hoeveel is er uitgegeven? Hoeveel energie geeft elke coulomb uit? Hoeveel zet die om, moet je eigenlijk zeggen. En dit gaat over hoeveel coulombs komen er voorbij een bepaald punt. Nou, dat heeft allemaal consequenties. Daar gaan we zo even naar kijken. Ja, daar gaan we nu maar even naar kijken. Ik wil eerst nog wel twee andere grootheden noemen die ook belangrijk zijn. Weerstand in ohm. En het vermogen in watt. Weerstand, dat geeft eigenlijk aan welke stroomsterkte je haalt bij een bepaalde spanning, per volt zeg maar, spanning. Dus als je alle coulombs 1 joule energie geeft, hoe snel komen ze dan voorbij een bepaald punt, voorbij je weerstand. Dit is een eigenschap van een apparaat of van een lamp of wat dan ook, iets waar stroom doorheen moet. En vermogen is hoeveel energie wordt er nou in totaal elke seconde omgezet. Heel even een simpele schakeling als voorbeeld nemen. Ik heb een spanningsbron met één lampje. Nou, stel je voor dat ik een spanningsbron neem van 12 volt. Dus U is 12 volt. En wat gebeurt er dan allemaal? Nou, dan weet ik al dat die 12 volt, dat betekent dus dat ze in dit rondje moeten ze 12 joule omzetten. Want ze komen met 12 joule de batterij. Als de spanning over de batterij 12 volt is, dus die batterij levert 12 volt, dan betekent het dat ze hier eigenlijk uitkomen. Zo kun je dat opvatten met plus 12 en hier er weer in gaan met 0. Ze gaan altijd naar binnen met 0 in een spanningsbron. Dat betekent dat hier ook 12 volt over staat, want zo'n draad ga je vanuit dat die niks gebruikt, dat ze daar gratis doorheen kunnen. Is niet echt zo, maar het is zo weinig dat je er verder weinig last van hebt. En dat betekent dat het lampje eigenlijk alle energie krijgt per seconde. Nou, dan is er ook een bepaalde stroomsnelheid waarmee ze daar doorheen gaan. Dat hangt dus af van de weerstand. Stel je voor, dit is een lampje met een weerstand van, laten we zeggen, 4 ohm. Wat betekent dat dan? Dan heb ik de wet van ohm. Dus een formule, en die formule die zegt dat de stroomsterkte gelijk is aan de spanning gedeeld door de weerstand. Oftewel hier 12 gedeeld door 4 is 3 ampère. Dus dat betekent dat er hier een stroomsterkte door die lamp heen gaat van I is 3 ampère. Oftewel elke seconde komen er 3 coulombs aan lading voorbij. En die geven allemaal 12 energie af. En dat betekent voor het vermogen dat in de formule U mal I, maar het is wel logisch, als de spanning 12 is en de stroomsterkte is 3, dat er in totaal 36 joule per seconde wordt afgeleverd. En in plaats van joule per seconde mag je schrijven watt, want dat is hetzelfde. Een watt is hetzelfde als een soort een beetje laag, zo, dat past niet wel. Oké, dus dit is dit zijn de 4 standaardgrootheden in de simpele schakeling.